Langzaam wordt het stil. Een hele goede morgen allemaal. Het is goed om hier weer bij elkaar te komen. Enigszins onverwachts, dus dan is het nog mooier natuurlijk. Want we zouden hier in eerste instantie geen samenkomst hebben. En, nou, in eerste instantie wel. Ja, in eerste instantie wel. Toen we niet. Toen we niet. En toen had ik gisteren even contact met André. En hij zag dat de studie van vandaag geannuleerd was. En hij zei, nou, daar kan ik wel invulling aan geven. En het hoe en waarom, daar gaat hij vast zelf iets over zeggen. Eigen belang. Ja, het is een beetje eigen belang. Nou, laat het zeggen, win-win. Ja, dus het is, laten we het een geluk bij een ongeluk noemen. Nee. Maar, André was deze week in Duitsland, daar heeft hij een aantal studies gegeven. En ik, jullie zien de titel van de studie die hij nu gaat geven. Kennen en kennen is 2. Studie 3. Maar over het gebed van Paulus in Efeze 3. En ik heb gisteren de presentaties van je studies eerder deze week eens even door zitten nemen. De tweede studie ging over een gebed van Paulus in Colossense 1. En schitterend gebed van Paulus. Dat zijn al die gebeden natuurlijk. Maar die eerste studie ging over een gebed van Paulus in Efeze 1. Nou, ik hou geen top 10 bij van favoriete schriftgedeelten, maar ik vind Efeze 1, als ik hem zou moeten maken top 10, stond hij denk ik wel hoog in die lijst. Want Efeze 1 is een schitterend hoofdstuk, waar Paulus eigenlijk meteen ook met de deur in huis valt en zegt dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegen in de hemel, in Christus. En dan gaat hij die zegeningen uitpakken. Hè? Als een schatmeester laat hij die schatten, maakt hij die schatten bekend. En deelt hij die zegeningen die wij hebben ontvangen in Christus, deelt hij mee. En daarop, meteen daarop, begint Paulus dus te danken. Hij zegt ook, ik heb gehoord van jullie, hoe zegt hij het? Van jullie geloof in de Heer Jezus en jullie liefde tot alle heiligen. En hij zegt, daarom houd ik niet op om voor jullie te danken, zegt hij tegen tot die Efeziërs. En dan zegt hij ook, maar jullie ook gedenkende in mijn gebeden. En als je dan dat eerste gedeelte van Efeze 1 gelezen hebt, dan zou je je af kunnen vragen. Nou, we zijn gezegend met of in alle geestelijke zegen in de hemel in Christus. Dan is het logisch hè, dat je daarvoor dankt, hè, want ja, er valt zoveel te danken. Maar waar zou je dan nog voor bidden? Als je alles al hebt ontvangen, dan wat valt er dan nog te bidden? En schitterend hoe Paulus dan bidt, dan vat ik het kort samen, daar gaat André natuurlijk meer over zeggen, over besef van wat we daadwerkelijk hebben ontvangen. Daar bidt Paulus voor. Hè. Hij zegt dan dat de Vader, dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader, hè, de Gever, de voortbrenger van heerlijkheid, jullie geven verlichte ogen van het hart. Zodat je werkelijk gaat zien wat je in hem ontvangen hebt. En wat de hoop is van zijn roeping. En ik doe mijn Bijbel dicht, want ik weet nooit waar ik moet gaan stoppen met lezen in Efeze 1. Want het is eigenlijk één lange zin die Paulus opnoemt met komma's en puntkomma's. En waarin hij ons wijst op dat hij bidt om verlichte ogen van het hart. Zodat we werkelijk gaan verstaan wat zijn roeping is. Want dat is het. Hij bidt ook niet voor niks om een geest van wijsheid en openbaring of onthulling in besef van hem. Omdat de dingen die hij bekend maakt verborgen zijn. Dus daar hebben we ook een geest van openbaring of een geest van onthulling voor nodig om werkelijk te zien wat wij in hem ontvangen hebben en dat we verlichte ogen van het hart mogen krijgen, zodat we weten wat de hoop is van zijn roeping, want zijn roeping is de onze. En daar wijst Paulus op in Efeze 1.
ja, die dingen die etaleert hij daar. En dat is waar Paulus dan voor bidt in Efeze 1. En in Efeze 3 voegt hij daar nog heel wat aan toe. Nou, daar gaat André het over hebben. En ik wil, voordat we gaan beginnen, onze God danken en deze samenkomst in zijn handen leggen. Trouwe God en Vader, we danken u dat we zo deze ochtend ook weer bijeen mogen komen rondom uw woord. Dat geweldige woord waarin u ons bekend maakt, uw plannen met heel deze schepping en hoe u alles in handen van uw Zoon Christus Jezus heeft gegeven. Dat u heel de schepping onder één hoofd gaat samenbrengen en dat wij daarin betrokken mogen zijn, dat we een positie hebben ontvangen in hem, één lichaam met hem mogen zijn en betrokken mogen worden in al die plannen die u met uw schepping heeft. Heer, en verlicht de ogen van ons hart, zodat we werkelijk gaan beseffen wat u ons allemaal geeft en wat we in Christus ontvangen hebben. En we danken u dat we dat ook deze ochtend weer mogen doen, zo uw woord mogen onderzoeken en die dingen mogen bezien, daarover na mogen denken, ze met elkaar mogen delen. En we danken u dat u ons elkaar geeft daarvoor. En we danken u voor dit moment, voor het samen zijn, voor deze ochtend. Dat we zo uw woord mogen onderzoeken. Heer, en verlicht de ogen van ons hart, zodat we werkelijk gaan zien wat u ons allemaal gegeven hebt. In naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. André. Is het live? Is het live? Nee, toch? Niet live. Niet live? Linda, nee. Nee. Ja, dat is een. Levert nog wat problemen op. Oh, ja, ik had het wel inderdaad min of meer beloofd. Maar, sorry, maar weer menselijke beloften zijn altijd maar zeer betrekkelijk. Nou, in ieder geval, deze opname komt. Als het tenminste nu wel allemaal goed gaat. gewoon internet. Vanmiddag. Hoop ik dat allemaal nog te doen. Een hele goede morgen allemaal. Dankjewel trouwens voor de introductie, Gerard. En ja, goed, dat is inderdaad wel heel grillig verloop allemaal. Zoals Gerard dat zojuist al eventjes aangaf. Met niet alleen deze bijeenkomst, maar ook het louter feit dat ik hier nu sta. Want het is, houden we het inderdaad, zoals zojuist gezegd, maar op win-win. Want de toespraak die ik afgelopen vrijdag heb gehouden, ja, die zou ik op internet zetten. Toen bleek dat ik vergeten was de opnameknop in te drukken. En dus ja. Nou ja, in ieder geval, het komt erop neer dat ik nu deze samenkomst niet expres of apart hoefde te plannen. Want ik kwam gisteren, ik ben dus een hele week in Duitsland geweest. Ik kwam gisteren thuis voor een uurtje of 5, 6 reizen. En ik zag het niet zo zitten toen ik vernam dat Gerard deze samenkomst annuleerde om nog dat speciaal voor te gaan bereiden. Maar toen dus bleek dat ik afgelopen vrijdag dat die samenkomst niet opgelopen was. Dan kan ik het nog een keer doen en dan heeft dat het bijkomend voordeel, dat is dus dat win-win, dat ik het dan ook op internet alsnog kan zetten. Dus vandaar. En vandaar ook een beetje die rare titel van Epignosis dan deel 3, want voor jullie is het helemaal niet deel 3. Nou, sommigen hebben misschien het al wel beluisterd of zo bekeken, ik weet het niet. Maar laat ik eventjes, behalve wat Gerard zojuist al eventjes in de inleiding naar voren bracht, nog een paar dingen naar voren brengen. Want ja, als je het hebt over epignosis, deel 3, dan moet je in ieder geval nog even weten waar het dan over gaat. Dat epignosis, dat is een term die nogal eens een keer in het Nieuwe Testament voorkomt. Door heel het Nieuwe Testament heen. En het is niet eens zo heel makkelijk om daar een uniform, concordant vertaalwoord voor te vinden. Want, maar in alle gevallen, en dat is wel een gemeenschappelijk kenmerk van alle voorkomens, het veronderstelt altijd kennis. Het Griekse woord voor kennis is gnosis. Ik heb het nu even samengevat, het zelfstandig naamwoord en het werkwoord.
Maar we noemen dat eventjes overkoepelend dan epignosis. Maar gnosis is dus het woord voor kennis. En epi is een voorzetsel en dat betekent erop. Het letterlijk en figuurlijk is het dus het veronderstelt kennis. Vandaar ook dat het vertaald wordt met herkennen. Dat is ook, dat als je iets herkent, dat wil zeggen dat veronderstelt kennis. En dan herken je het. Of je erkent het. Dat zijn allemaal woorden die ik nu gebruik. Die, waarmee het woord epignosis of de werkwoordelijke vorm wordt weergegeven. Ook met ten volle kennen of met begrijpen. Iets begrijpen moet je het eerst kennen om het ook daadwerkelijk helemaal te vatten en te zien en te verstaan. Maar dus in alle gevallen veronderstelt het kennis. En de keren dat ik het afgelopen week heb besproken, gaat het allemaal over die gnosis, dat kennen, waarbij het, zoals ik het voor het gemak dan maar even noem, waarbij het kwartje ook daadwerkelijk is gevallen. Vandaar ook dat kennen en kennen is twee. Je kunt iets kennen, maar het gebeurt je zo vaak, niet waar, dat pas terwijl je iets soms al heel lange tijd kent, dat er een moment komt waarbij ineens het kwartje valt. Of dat je ineens je realiseert, beseft, dat zijn wel de twee woorden waar ik het dan vooral over heb. Beseft, dat is de betekenis. Daar gaat het om. En dan wist je het allemaal wel misschien gewoon qua informatie met je hoofd. Maar nooit had je dat lichtbolletje, weet je wel. Dat, wauw, nou zie ik het. Dan ben je verlicht. Hè? Zo gebruiken we dat ook als icoontje, weet je wel. Ineens zie je het. Nou, over dat kennen hebben we het. En zoals Gerard ook in zijn introductie al zei, daar gaat het iedere keer om in die gebeden van de apostel Paulus. Om te gaan herkennen en te beseffen en je realiseren wat ons deel is. Want ja, het is één ding om schatrijk te zijn, maar een ander ding is om je ook dat te realiseren. Zodat je daarmee ook niet beseft rijk te zijn, dat je ook rijk kunt leven. Want ja, wat heb je aan een gigantische bankrekening als je niet weet dat je die bankrekening überhaupt hebt? Zodat je ook rijk kunt leven en ook kunt doorgeven. Want als je rijk bent, dat is het allermooiste daarvan toch, is dat je ook veel kunt weggeven. Nou, dan moet je eerst beseffen, je realiseren dat je rijk bent. En daar gaat het om, want anders is het allemaal toch dood kapitaal. Het is er wel, maar je doet er niks mee. Het betekent in de praktijk nu niks. En dan kun je zeggen van ja, maar straks zullen we het eenmaal zien. Ja, maar dan heb je er nu dus nog niks aan. Het gaat erom dat je nu al gaat realiseren hoe gigantisch, want zo durf ik het echt wel te zeggen, hoe gigantisch rijk en onvoorstelbaar rijk we zijn. Oké, nu wil ik dat dus aan de hand van een gebed doen. Heel uitdrukkelijk een gebed van Paulus in Efeze 3. Maar dat blijkt ook wel, want dan begint hij te zeggen met om die reden buig ik mijn knieën. En dan gaat hij een gebed bidden. Maar ja, dan moet je eerst eigenlijk even weten wat de directe aanleiding is van dat gebed. Want als hij zegt, om die reden buig ik mijn knieën, ja, dan betekent dat dus dat hij refereert aan dat wat hij zojuist heeft gezegd. En nou ja, dan kun je natuurlijk beginnen bij Efeze 1 vers 1 en dan doorgaan tot Efeze 3 vers 14. Maar laat ik het iets directer zeggen. Gewoon dat wat hij naar voren brengt in Efeze 3. Ik wil toch even een aantal dingen daarvan opzommen. En gewoon lezen. Met soms even een korte toelichting daarbij. Hij zegt in Efeze 3 dan dit. In een tamelijk letterlijke weergave. Ten gunste van dit. Ook hier weer. Hij refereert ook dan weer aan het voorgaande. Of vanwege dit. Ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, ten behoeve van jullie, de natie. Hij heeft het in dit hoofdstuk over dat wat hem, ik, Paulus, wat hem
is ten deel gevallen. En hoezo? Hij is een gevangene. En in feite zijn gevangenschap staat model voor heel zijn bediening. En dan moet je... dat moet je ook weer realiseren. Want kijk, hij bevindt zich in Rome. Hij schrijft deze brief vanuit Rome. In die tijd dat hij daar gevangen zat. Je leest daarover in het slot van Handelingen 28. Dat hij 2 jaar daar in gevangenschap was in Rome. Hij had redelijke vrijheid nog, dat wel. Want je leest dat hij woonde in zijn eigen gehuurde woning. Maar hij was wel voortdurend onder bewaking. Dus hij... Een soort enkelband had hij, denk ik. Nou ja. In ieder geval, hij was voortdurend onder begeleiding van een Romeins soldaat. Maar goed, hij was gevangen en dat kwam omdat hij was gevangen genomen in Jeruzalem vanwege de Joden die in opstand kwamen en die echt ja, zo ongelooflijk fanatiek tegen deze apostel was. Het zijn de Joden geweest, in notabene Jeruzalem, ook de Joodse leidslieden, die hem hebben laten gevangen nemen en de enorme opstand in Jeruzalem. Waarom? Wel vanwege zijn, ik noem het maar even zo, zijn heidens evangelie. Want je leest dan dat de beschuldiging was dat hij alle Joden onder de natiën zou leren. Kijk maar naar in Handeling 21, vers 21, 22. Dat hij die alle Joden onder de natiën zou leren om afstand te nemen van Mozes en hun kinderen niet te besnijden en dergelijke. Dat was niet waar, dat leerde hij niet, maar hij leerde wel de vrijheid van Joden. En dat alleen al was zo'n enorme erfenis. Dat heidense evangelie. Dat hij. En daarmee is in feite met die beschuldiging. Is eigenlijk ook de clue weergegeven van waarom Paulus gevangen zat. Hij gaf voorrang aan de natiën boven Israël. En vanwege de verwerping van de Messias. Maar je leest ook. In Handelingen 21, zijn laatste woorden. Hij houdt daar een toespraak. En dan lees je, op een gegeven moment vertelt hij zijn verhaal, hoe het allemaal zo gekomen is. En dan op een gegeven moment dan vertelt hij ja, dat hij een gezicht had gezien in Jeruzalem. En dat tegen hem gezegd was, de Heer had tegen hem gezegd, ga hier vandaan, want ze zullen jouw woord niet aannemen. Ga ver weg naar de natie. En dan lees je, en tot dit woord hadden ze hem aangehoord. En toen barstte de bom echt heel explosief en wilden ze hem ook lynchen. Het was is heel opmerkelijk, het waren juist de Romeinen die hem bewaakten. Om hem te beschermen tegen de enorme Joodse hetze tegen hem. Dus ja, daarom noem ik het ook dat heidense evangelie dat totaal niet begrepen kon worden. Hij zegt... Ten gunste van dit ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, gevangen, hoezo? Ten behoeve van jullie, namelijk de natie. Ja, dat was letterlijk zo. En dan gaat hij verder. Jullie hebben immers gehoord van de huishouding, de bedeling, of van het beheer van de genade van God, dat aan mij gegeven wordt, voor jullie. Aan hem is die bedeling... dat beheer van Gods genade toevertrouwd, gegeven. En dan zegt hij, voegt hij daaraan toe, dat naar onthulling, heb je dat woord weer, dat om apocalyps, het is hem onthuld. Wat is hem onthuld? Het geheim, of de verborgenheid, het geheimenis. Er zijn allerlei vertaalwoorden, maar het idee is iedere keer hetzelfde. Namelijk iets wat voorheen verborgen was, en nu is het geheim verklapt. En wel, aan wie? Aan mij. Aan Paulus zegt, dat naar onthulling het geheim aan mij bekendgemaakt is. Als een geheim niet onthuld wordt, ja, dan blijft het dus geheim. Maar als het onthuld wordt, wel, dan is het in zekere zin dus geen geheim meer. De aardigheid is, het blijft een geheim, ondanks het feit dat het onthuld is. Ja, de meeste mensen hebben er geen idee van. En dat moet je ook, het geldt voor ons ook. Als dit woord niet... bij je terechtkomt en als God niet jouw ogen daarvoor opent, dan zie je het toch niet.
Oké, dat naar onthulling het geheim aan mij bekendgemaakt is, zoals ik tevoren in het kort daarvan schreef. En ik denk niet zozeer dat hij daarbij alleen maar doelt op de voorgaande hoofdstukken, maar ook in de eerdere brieven heeft hij daarover geschreven, maar slechts kort aangestipt. Pas in, vanuit de gevangenis gaat hij voluit uitpakken, zeg maar. Aan mij, ik lees even verder in, nu in vers 8, aan mij, de allergeringste van alle heiligen. Het is heel apart als je daar dat eens vergelijkt met diverse andere schriftgedeelten. Hij zegt in 1 Timotheus 1 dat hij de eerste is van de zondaren. In 1 Korinthe 15 zegt hij dat hij de geringste is van de apostelen. En hier zegt hij, ik ben de allergeringste van de heiligen. Dus, maar juist dat maakt hem ook weer zo'n levend embleem van genade. Want ja, genade wil zeggen, het wordt je gegeven om niet zonder dat er enige verdienste aan ten grondslag ligt. Nou, Paulus zegt, ja, ik heb de gemeente Gods vervolgd. Was geen grotere vijand van de Messias op heel de aardbol, of moet ik aardhol zeggen? Nou ja, ik weet het niet. Maar in ieder geval, in de hele wereld was er niemand die zo vijandig was ten opzichte van de Israëls Messias als Saulus van Tarsus. Hij was de leider van die beweging die anti-de Nazarener was. Oké, en juist hem moest de Heer hebben. Hij moest eerst een vervolger zijn. Hij moest die grootste zondaar zijn. En juist omdat God zijn genade aan hem zou gaan demonstreren. Ik vind het geweldig om eraan te denken dat als Paulus zegt van ja, wat is de evangelie? Ja, dat is dat Christus Jezus gekomen is om zondaren te redden. Nou, als hij nou de eerste der zondaren redt, dan moet er hoop zijn voor elke zondaar. Nou, dat is precies wat hij vertelt. Hij is de redder van elke zondaar, van elk mensenkind. Niemand uitgezonderd. Aan mij, de allergeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven om aan de natiën te evangeliseren. Zo staat het letterlijk. En wat? Wel de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus. Ik moet erbij zeggen dat als dat hier zo staat, dan is dat niet alleen maar de geweldige rijkdom van Christus, die onnaspeurlijk is, maar ik bedoel, niet alleen van Christus Jezus, maar als hij het heeft over de Christus, dan heeft hij het over hem die daarboven is, samen met zijn lichaam. En dat vormt de Christus. Hoofd en lichaam tezamen. En wat ons ten deel is gevallen, dat is rijkdom die onnaspeurlijk was. Dat wil zeggen, dat lees je nergens dat geopenbaard wordt in het Oude Testament. Dat was volledig verborgen. Dat de heerlijkheid die de Messias ten deel zou vallen, dat een hele gezelschap is dat daarin zou delen. Ook weer om niet. Niet omdat ze dat gezocht hebben, niet omdat ze daarvoor dat verdiend hebben. Het is om niet, valt je. Het is een lot uit de loterij. Vandaar ook een lotsdeel. Oké, ik lees nog even verder. Die onnaspeurlijke rijkdom van de Christus en allen te verlichten wat die huishouding van het geheimen is of van de verborgenheid inhoudt. Aardig dat in vers 2 werd het genoemd de huishouding van de genade. En hier wordt het genoemd de huishouding of de bedeling of het beheer van het geheim. En hij zou allen verlichten door deze dingen door te geven en vooral ook door ze op te tekenen. Daar ben ik erg blij mee, dat hij het niet alleen maar verbaal heeft gedaan. Maar het is ook opgenomen, zal ik maar zeggen. Namelijk, ja, niet met de video, maar wel door het vast te leggen. Zodat wij nu, zoveel, bijna 20 eeuwen later, daar kennis van kunnen nemen. Zwart op wit. En hij, zodat het via dat woord ook ons bereikt. Zodat wij daarmee verlicht worden. Dat geheim dat verhuld werd vanaf de aionen in God die het al schiep. De grote schepper van alles. Hij had een geheim en nu is dat onthuld. Nu, ik bedoel 2000 jaar geleden. Onthuld aan Paulus. En hij heeft het opgetekend. En via hem is het bekend geworden. En zo mogen wij daar nu dus kennis van nemen.
zoveel jaren later. En hij zegt er dan nog bij, dat is het laatste wat ik dan van het voorgaande wil lezen, naar het voornemen of naar het plan van de Aionen dat hij maakte in Christus Jezus onze Heer. God heeft een geweldig plan van tijdperken, van wereldtijdperken. En voordat dat aanving, voordat die Aionen aanvingen, had hij dat plan al en nu is hij bezig dat uit te werken. Het is nog lang niet voltooid, want er volgen nog. We zitten nog maar in de middelste aionen. Er liggen aionen achter ons. Er liggen ook nog aionen voor ons. En wij leven nu in die boze aion. Ja, maar God is bezig zijn voornemen uit te rollen en te realiseren. En vandaag doet hij dat op een verborgen wijze. En straks, aan het einde van deze aion, over een paar jaar zal ik maar zeggen, Dan gaat hij dat koninkrijk openbaren. Dan wordt het verhaal heel anders ineens. Maar dan nog zijn die aionen en is dat voornemen niet gerealiseerd. Dat duurt nog even. Maar alles in Christus Jezus, onze Heer. Hij is de spil waarom alles draait. Oké, dat was de inleiding. Dat is noodzakelijk, want hij zegt dan in vers 14, ik wees er al even op. Ten gunste van dit buig ik mijn knieën voor de Vader. Ten gunste dat van dit, dat verwijst uiteraard naar wat hij zojuist had gezegd. Aardig is trouwens, er staat niet om die reden, zoals de MBG-vertaling heeft. Er staat eigenlijk een woord, dat let garin, en dat is dat woordje garis, dat is eigenlijk dus vanwege deze genade. Dus daar, zelfs in het woord, klinkt al genade door. Vandaar ook ten gunste van dit, buig ik mijn knieën. Nou gaat Paulus, het is net alsof hij onder het gewicht van die heerlijkheid die hij zojuist had opgetekend, alsof hij door de knieën gaat. Hij gaat op de knieën, maar in feite ook onder het gewicht van die heerlijkheid, ook door de knieën, dan gaat hij binnen. Hij buigt zijn knieën voor de Vader. God, een Vader, ook de oorsprong van die heerlijkheid. En dan staat erbij in vers 15 wie die Vader is. Vanuit wie elk vaderschap in hemelen en op aarde wordt genoemd. In de NBG-vertaling staat naar wie elk geslacht wordt genoemd. Maar dat is een ander woord. Er staat hier het woordje patria. En patria, daar zit het woord pater, hè? Dat betekent eigenlijk patria betekent vaderschap. En meestal het idee is dat van andere vertalingen zeggen een familie. Ja, maar een familie is eigenlijk ook niks anders dan een kring rondom. Sorry, dat het klinkt heel patriarchaal, hè, wat ik nu zeg. Maar dat is het Bijbelse idee van een familie is ook inderdaad dat van een patriarch. Van een patriarchaat. Van een gezelschap rondom de vader die de oorsprong is van die familie. Hè? En wij spreken ook over de pater familias. Zo was het. Pater de familia. Ja, pater familias wordt ook gezegd. Maar ja, in ieder geval de vader van de Godfather. De Godfather, ja. Ja, maar ja, God de Vader dan. Hè? Maar, en dat is dus de oorsprong, maar daarmee feitelijk ook, het is niet de baas van de familie, maar het is de oorsprong en ook degene die de verantwoordelijkheid draagt voor de familie. Hij is de eerste, bij hem begint het en hij draagt dan ook inderdaad de verantwoordelijkheid. En wat Paulus hier zegt, elk vaderschap, op aarde kennen we het fenomeen sowieso. Ik bedoel, elke familie is in feite een vaderschap. Wij mogen dat niet meer zo noemen, want dat is natuurlijk weer niet genderneutraal. Maar dat is gewoon de Bijbelse gedachte. Het is een vaderschap. En ze zijn er zelfs in de hemelen. Dat parkeer ik nu even, want hoe we dat moeten zien, dat is nog een verhaal apart, denk ik. Maar in ieder geval, wat hier staat, is elk vaderschap in hemelen en op aarde wordt naar hem genoemd. En ik vind het aparte hiervan,
is dat meestal wordt het tegenovergestelde beweerd. Namelijk, dan wordt het zo voorgesteld. Ik heb dat in het verleden ook vaak zelf gedacht. Van, ja, wij noemen God Vader, maar dat is eigenlijk een metafoor van... Wij kennen hier het vaderschap. En waarom noemen we God Vader? Wel omdat wij, om daarmee de vergelijking te maken. Hè? In feite is het dus zo dat wat wij kennen als vaderschap, dat projecteren we dan op God. En Paulus zegt, nee, het is precies omgekeerd. Wij noemen God geen vader, omdat wij hier het begrip vaderschap kennen en we denken van, hé, dat is wel een mooie metafoor om God te benoemen. Nee, hij is het origineel. Hij is de vader en het vaderschap dat we hier kennen, dat is afgeleid van en een projectie van het origineel. Dus hij is de vader. Niet zijn vaderschap is een projectie van ons vaderschap, het is precies omgekeerd. Hij is het model, het origineel. En elk vaderschap, ongeacht waar dan ook, wordt genoemd naar hem. Hij is, het is trouwens een prachtige gedachte, als je eraan denkt dat, ja, als je wil weten wat vaderschap is, dan moet je dus naar hem kijken. God houdt van zijn schepping. Hij heeft het voortgebracht, hij is de vader en hij zijn liefde, we komen er straks vanzelf nog op, is onvoorwaardelijk. Dat is ook vaderschap. Oké. Okay. Kan er maar één de eerste zijn. Sorry? Kan er maar één de eerste zijn. Er kan er maar één de eerste zijn. Ja, precies. En dat is hij. Ja. Opdat hij, jullie, vers 16, opdat die vader, opdat hij, Paulus buigt zijn knieën, dus, naar de vader, en nou, dat had hij zojuist even nog kort toegelicht. Hoezo? Wel, opdat hij jullie zou geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. En hier zie je dus weer dat fenomeen van opdat hij jullie zou geven. Zeg maar, we hebben toch alles al? Ja, dat is ook zo. Maar waar het nog wellicht aan ontbreekt, is dat je alles hebt, maar dat je dat ook daadwerkelijk zou gaan verstaan. En dat is waar Paulus elke keer weer voor zijn knieën buigt of bidt en vraagt. En eigenlijk, ik denk dat er geen beter voorbeeld is om na te volgen als dat. Ik bedoel, wij bidden zo heel gemakkelijk voor allerlei aardse omstandigheden en er is niks mis mee. Maar de aardigheid en het bijzondere vind ik toch altijd dat je dat bij Paulus niet vindt. Als het gaat om de aardse omstandigheden, is het altijd zo dat Paulus ervan uitgaat, hij heeft het ook moeten leren hoor, dat God zegt, mijn genade is jou genoeg. Ik geef je alles wat je nodig hebt. En dus danken we hem voor alles. En in alles. Als je weet dat zijn weg altijd, ook hier in het aardse, altijd namelijk, de beste is, dan kun je hem dus altijd danken. Hij geeft me wat ik nodig heb. Even voor de goede orde, dat betekent dus niet dat je dat niet voor aardse dingen zou mogen vragen, want we mogen al onze wensen bij hem bekendmaken. Maar als het er nou helemaal om gaat, het gaat er niet om dat het niet mag. Het gaat erom, je mag weten, zijn weg is de beste en dus kun je hem altijd daarvoor danken. Waar je hem voor zou vragen en waar je dus naar zou uitstrekken, dat je ook werkelijk gaat zien en verstaan en begrijpen met je hart hoe geweldig rijk je bent. En ja, ik zou het zeggen, dat is de beste tip. Laten we ook hierin Paulus navolgen. Elke dag dit voor elkaar en ook voor onszelf. Beginnen die je lief zijn en te bidden. Dat je dat echt mag gaan verstaan. Opdat hij jullie zou geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Die vind ik mooi. Want ik wil even expres een streep gezet onder dat woordje naar. Dat is het voorzetsel, het Griekse voorzetsel kata. En dat betekent neerwaarts of meer idiomatisch in overeenstemming met. Hè? Er staat hier naar, opdat hij jullie zou geven, naar of in overeenstemming met de rijkdom van zijn heerlijkheid. Hier staat dus niet het voorzetsel uit. Opdat hij jullie zou geven
uit de rijkdom van zijn heerlijkheid. Hoewel dat op zich een hele logische gedachte zou zijn, want als God geeft, dan geeft hij ons uit zijn rijkdom van heerlijkheid. Dat is waar. En toch, er is een verschil. En het mooiste voorbeeld, en ik heb het wel vaker gebruikt, maar ik blijf hem mooi vinden. En, kijk, je hebt een steenrijk iemand. Noem iemand als Bill Gates of Elon Musk. Oké. Ze zijn de allerrijkste van deze wereld. Als Elon Musk op de straat loopt en hij ziet een bedelaar en hij geeft hem 10 euro, ik noem maar wat. Dat is trouwens een royale gift, hè, om zomaar aan een bedelaar te geven, maar oké. Dan geeft hij hem uit zijn rijkdom. Maar stel je voor dat Elon Musk die bedelaar zou geven naar zijn rijkdom, dan is die bedelaar in één keer geen bedelaar meer, maar is hij zelf ook steenrijk. Want ik bedoel, die kan, Elon Musk, die hoeft niet eens moeite te doen om eventjes een miljoen euro, als hij dat op staat ziet te liggen, op te rapen. Want hij kan beter doorlopen, want dan verdient hij nou veel meer nog. Ik bedoel, hij merkt het niet eens dat hij een miljoen opraapt. Of weggeeft. Zie je, de God die wij kennen, dat is de God die alles bezit. Hemel en aarde, al het goud, al het zilver, alle rijkdom die je maar kan bedenken. Ja, hij is de creator daarvan. Dus alle rijkdom bezit hij, alle heerlijkheid. En als hij gaat geven aan ons, niet alleen maar uit zijn rijkdom, dat spreekt nogal voor zich. Want je kan alleen maar iets weggeven als je het zelf bezit en dus daar uitgeeft. Maar, ja, zo zeggen we het ook weer, uitgeven. Maar ook naar zijn rijkdom geeft. En dat is in overeenstemming. En dan word je. Zo'n voorzetsel is eigenlijk al heel veelzeggend. God, Paulus, dat zie je eigenlijk tussen de regels door. Komt dat zo duidelijk ook uit de verf. Paulus kende een geweldig rijk woord. Een geweldig rijk God. En hij heeft ook een hoge verwachting van God. Anders had hij niet gezegd na, maar had hij gezegd uit. Hij verwacht dus van de God voor wie hij zijn knieën buigt, of voor de Vader waar hij zijn knieën voor buigt. Hij verwacht dat hij ze gaat geven in overeenstemming met de rijkdom van zijn heerlijkheid. Alsjeblieft. En wat dan wel? Wat geeft hij dan wel? In kracht gesterkt te worden. En dat. Met kracht, dat wil zeggen dat Griekse woordje dynamai, dat betekent, ik blijf het graag zeggen, dat daar is ons woordje dynamiet van afgeleid. En dat betekent, het stelt je in staat tot, het is vermogen. En hij geeft kracht en dat sterkt ons, je wordt daardoor krachtig gemaakt. Hoe dan wel? Wel, dat doet hij door zijn geest. Hij deelt dat wat hij weet met ons. Hoe doet hij dat? Nou, gewoon eigenlijk op dezelfde wijze dat ik nu eigenlijk ook dingen aan u doorgeef. Er zijn dingen in mijn geest die ik denk, die ik overweeg. En hoe komt dat bij u terecht? Wel, doordat ik mijn woord, dat ik spreek. En zo komen de dingen van mijn geest in uw geest terecht. Dat heet communicatie. Dat is, je wisselt woord. En dat is, maar met woord geef je ook gedachten weer. Dat is geest. Je ziet dat niet. Geest betekent ook, je ziet het niet. Het onttrekt zich aan het oog. Maar het laat zich wel verstaan. Met recht. Oké, hij sterkt ons in kracht. Hoe doet hij dat? Door zijn geest. Lees woord. Want dat is woord en geest is gewoon synoniem. En waar komt dat dan terecht? Niet in de uitwendige mens, maar in de inwendige mens. Moet ik het trouwens, de innerlijke mens. De NBG-vertaling zegt de inwendige mens. In Nederlands heeft dat meteen de associatie van de buik. We gaan de inwendige mens versterken. Dat bedoel je, we gaan eten. Nou, dat is dus niet de inwendige mens. En ik heb zelfs begrepen dat zelfs in medische termen is de maag niet inwendig. Dat is het hart wel. De lever ook.
maar de maag niet. Daar loopt een open verbinding. Hoe moet ik dat nou netjes zeggen? Hè? Gewoon van twee kanten zelfs naar de maag. En vandaar ook dat ik heb begrepen, ik zeg het eventjes onder voorbehoud, maar ik heb ooit wel eens een keer gehoord dat de hele spijsvertering, dat is feitelijk de uiterlijke mens. Oké, dus de inwendige mens, dat is, moet toch duidelijk zijn, de innerlijke mens, dat staat tegenover dat wat voor ogen is. In 1 Samuel 16 wordt dat zo genoemd. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. En dat is het centrum. Dat is de binnenkant. Die zie je niet. Dat is ook weer geest. En God sterkt ons zo. Niet de uitwendige mens. Ja, oké. Okay. U zegt van, daar krijgen wij toch ook kracht voor? Jawel. Maar daar lezen we geen enkele garantie voor. God gaat zijn weg met ons, met ons leven. Ook gewoon onze aardse wandel. Maar waar het om gaat is de innerlijke mens. En dat is waar Paulus ook voor bidt. Namelijk, kijk, we zijn gezegend. Efeze 1, vers 3. Met elke geestelijke zegen in het hemelse in Christus. Elke geestelijke zegen. Hebben we dan geen materiële zegeningen? Nou, ik dacht het wel. Maar daarover lezen wij geen garanties. Ik bedoel, je kan straatarm zijn. Ik bedoel, zonder enig geld of dat je nauwelijks iets hebt. Ja, maar dat je geestelijk niettemin enorm rijk bent. Omgekeerd kan trouwens ook. Je kan gigantisch veel geld op de bank hebben en dat je geestelijk straatarm bent. Dus het gaat erom om de innerlijke mens. En in feite is het zo dat de uiterlijke omstandigheden, ik zeg het voorzichtig hoor, want je hebt maar makkelijk praten als je gewoon gezond van lijf en leden bent. Dus ik zeg het zachtjes dus nu even. Maar toch is het echt wel zo dat het gaat er werkelijk om dat wat je beleeft en dat je de vreugde die je kent. En wat maakt, zo bedoel ik het, wat maakt het dan uit als je van binnen blij bent en vrede hebt en naar mens gesproken, gewoon voor het oog, lijkt het nergens op. En dat je voor allerlei gebreken hebt en dat mensen zeggen, goh, wat heeft hij of zij het moeilijk qua gezondheid en omstandigheden. Ja, maar als jij vrede en vreugde mag kennen en een dankbaar hart, dan ben je, als mijn vraag, steen en steenrijk. Ongeacht de omstandigheden. Dus ja, het gaat om die innerlijke mens. En Paulus wist er ook alles van, want Paulus zegt daar, moet je maar eens een keertje dat lezen, over de omstandigheden waarin hij verkeerde. Niet alleen hij is gevangen, maar wat hij allemaal had meegemaakt, een schipbreuk en vervolging en stokslagen en geestelingen, et cetera, et cetera. Dagen zonder eten, zonder slaap. Al die aardse omstandigheden. Ja, Paulus zegt ook van, als we het daarover hebben, hij zegt, dan behoor ik tot de categorie van de beklagenswaardigste van alle mensen. Ja, naar de mens gesproken is dat zo. Ja, totdat je de binnenkant bekijkt. En dan blijkt het totaal anders te zijn. In kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, namelijk dat de Christus door het geloof in jullie harten zou wonen. Kijk, het idee, het is wel op zich een opvallende uitspraak dat hij zegt dat Christus in onze harten woont. Of zou wonen. Want dat is het gebed. Want we weten allemaal, Christus is daarboven. Oké, onttrokken aan het oog. Maar hij is daar. Hè? Bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is, die uw leven is. Ja, daar is hij fysiek. Ik bedoel, hij het laatste wat men vernomen heeft van hem is dat hij op de olijfberg was en een woord ontrok hem aan hun ogen. En dat is het laatste wat op aarde van hem gezien is. Hij is daar dus boven. Hoezo dan in ons hart? Hoe kan Christus wonen in ons hart? Nou, dat staat erbij door het geloof. We vertrouwen op het woord. En dat is iets van het hart.
En daardoor woont hij door het geloof, niet fysiek uiteraard, maar door het geloof woont hij zo in onze harten. En Paulus bidt ook dat we dat steeds meer zouden gaan verstaan. Dat hij in onze harten woning zou maken. Steeds meer. Dat hij daar zijn verblijf heeft. En staat erbij, in liefde dan geworteld en gefundeerd zijn. Geworteld is een metafoor ontleend aan het plantenrijk. Een plant is geworteld, of een boom, of een struik is geworteld. Heeft zijn wortels uitgeslagen of die groeien. Waardoor een plant of een boom ook zijn voeding krijgt. Dat is geworteld. Maar het idee is vooral dat het vast staat. Als iets geworteld is, dan staat het vast. Dat is het idee ook bij gefundeerd. Alleen dat is dan weer ontleend aan een bouw. Een gebouw of een huis. Een huis is gefundeerd. En een plant staat vast. Als het geworteld is. En het idee dus is dat van stabiliteit. Het staat vast. En in feite gaat het iedere keer weer om. In zoveel ook gebeden, aanmoedigingen ook. Blijf vaststaan. En je zou zeggen van, dat is toch niet zo moeilijk, want daar hoef je niks voor te doen. Dan hoef je niet te bewegen, toch? Nee, maar het punt is, als er zoveel wel beweegt, hè, je bevindt je in een stroom van gedachten, je wordt daarin, als je mee zou gaan, je hoeft niks te doen om meegevoerd te worden. Als je niet vaststaat, als je niet geworteld bent en gefundeerd, dan ga je gewoon mee met de meute, met de massa. En door alles, alle maalstromen, ja, het maalt hè, alle maalstromen van gedachten en opinies, wat er afkomen van de mainstream, ik vind het een leuk woord hè, de stroom van gedachten, je wordt zomaar meegenomen. En dan komt het erop aan dat je geestelijk geworteld en gefundeerd bent. Ja, in dat woord, en wat is het geweldige van dat woord? Wel, in dat woord vernemen we van hem die liefde is, de Vader. En liefde is, dat woordje, we kennen het allemaal ongetwijfeld, stel ik me zo voor, dat is dat woordje agape. En de essentie van agape is dat het onvoorwaardelijk is. Je hebt lief. Ja, waarom? Ja, er is maar één, als ik mij vraag, correct Bijbels antwoord daarop, en dat is, God houdt van zijn schepselen. Dat is ook werkelijk liefde. Hij houdt van zijn schepselen. Waarom? Omdat het zijn schepselen zijn. En dat heeft dus niets te maken met kenmerken, omdat ze lief zijn of lief doen, of omdat ze mooi zijn. Nee, het is van hem. Het is werk van zijn handen. Hij heeft het bedacht. In het verleden heb ik ze gezien, die t-shirts. Ik zie ze nou tegenwoordig nooit meer, maar I'm God's original creation. Ja. Nou, maar dat geldt voor ons allemaal. Alles wat is, is zijn creatie. En daarom houdt hij daarvan. Hij laat nooit varen het werk van zijn handen. Dat is liefde. En waar we dat echt in de natuurlijke sfeer nog tegenkomen, dat is dat in de relatie van ouders, of zal ik nu even specifiek toespitsen, de liefde van een vader voor zijn kinderen. Die is onvoorwaardelijk, normaal hè, gesproken. Niet gebaseerd op wat het kind doet. Zelfs al pleegt het kind een moord, of heeft het in alles verbruikt, dan nog, het blijft je kind. En daarom hou je ervan. En dat is de liefde van God. Trouwens, dat is denk ik ook de allermooiste liefde, ook in het huwelijk is dat zo. Paulus zegt ook, mannen, heb uw vrouw lief. Ja, waarom? Niet omdat ze aantrekkelijk is, omdat ze lief doet. Trouwens, dat geldt ook voor een vrouw ten opzichte van een man. Lief, waarom? Waarom zou je man of vrouw lief hebben? Wel, omdat het je man of vrouw is. Daarom. Dus, dat is onvoorwaardelijk. Het is van jou. In welke relatie dan ook. Het is van jou en daarom heb je het lief. Dat is agape. Dat heeft dus, dat legt de bal niet bij de ander, maar het heeft te maken met, het is van jou, of in dit geval, als we het hebben over God, elk schepsel
is van hem, is werk van zijn handen en daarom heeft hij het lief. En als je in die liefde geworteld bent, dan vind je ook echt stabiliteit in. Want dat is onbewegelijk. Ik kan niks doen zodat hij mij lief gaat krijgen, want hij heeft mij lief. Ik kan ook niets doen, ik kan echt helemaal niets doen, waardoor hij mij niet meer lief zou hebben. En zelfs al slaan ze zijn zoon aan het kruis, dan nog zegt hij, ik hou van jullie. Sterker nog, juist via die weg ga ik jullie het leven geven. En 3 dagen later wekte hij zijn zoon op om het leven te geven aan al die moordenaars. Ik bedoel, aan de wereld die hem vermoord heeft. Dat is liefde. Een liefde die dus niet kapot te krijgen is. Dat is onvoorwaardelijk. En daar kun je dus werkelijk vastheid in vinden. Want alles wat, als er dingen afhangen van jou of van mij of van onze praktijk, nou, daar geef ik er geen stuiver voor. Dat is altijd, wat is dat? Zo betrekkelijk. Mensen horen, dan zeg je van, ik ga het op internet zetten, ik noem maar wat, hè? Of via de livestream. En dan kun je het weer niet waarmaken. Je moet uitkijken met wat je belooft trouwens. Maar dit is onvoorwaardelijk. En daarom in liefde geworteld en gefundeerd zijnde, opdat jullie in staat zouden zijn te vatten samen met alle heiligen. Hier weer opdat. Iedere keer opdat. Paulus buigt zijn knieën. Waarom? Wel opdat we geworteld zouden zijn in die liefde en opdat we versterkt zouden worden en dan weer opdat jullie, dat heeft dus iedere keer, dus als daar een motief gegeven wordt, dan is dat tevens weer het plateau, de basis, voor andere condities. Opdat jullie in staat zouden zijn. Hij stelt dus in staat, hè? Hij geeft namelijk naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Opdat jullie in staat zouden zijn te vatten, te grijpen, te begrijpen ook. Samen met alle heiligen. Wat vrij logisch is. Want dat is nu juist de rijkdom die wij hebben als lichaam van Christus. Is een rijkdom die we gemeenschappelijk hebben. En daarom ook gemeenschappelijk genieten. Afgelopen week was ik dus in Duitsland. Toen was het thema van deze 2 weken dat ze daar in Engelsbach, zo heet het, ja, Oost-Duitsland, verblijven. Dat had als algemeen thema genieten. En toen, ik ben altijd nogal van de woordjes en van de etymologie en zo. En toen hebben we ook gezien, ik heb dat toen ook betoogd, dat het woordje genieten, dat heeft te maken, als je kijkt er maar in de woordenboek, als je iets geniet, dan krijg je iets. Ik geniet een inkomen, ik noem maar wat. Hè? Dan krijg je dat. Dan ontvang je dat. Dat is 1. Maar genieten heeft etymologisch ook alles te maken met genoten. Een genoot. Hè? Een echtgenoot is iemand met wie je samen iets gebruikt. Hè? Of deelt. Een echtgenoot of een deelgenoot of wat heb je nog meer. Nou ja. Ja, ik ken ook de uitspraak van dat. Hoe was het ook alweer? Dat genoten. Oh ja, echtgenoot, dat is de verleden tijd van echt. Genieten, ja. Nee, de verleden tijd van echt genieten is echtgenoot, ja. Ja, nou, dat is een. Een woordspeling. Een woordspeling, ja. Maar even serieus. Dat heeft ook iets te maken met wat je samen hebt. Dus genieten, dat doe je juist samen, want we delen deze dingen. We zijn deelgenoten, lotgenoten. Paulus zegt trouwens in Efeze 3 ook, dat wij deelhebbers, deelgenoten zijn van het lot van Christus. Samen met alle heiligen, wat zouden vatten wat de breedte en de lengte en de hoogte en de diepte is. Eigenaardig genoeg zegt hij daar niet bij wat bij het benoemen van deze dimensies, lengte, breedte, hoogte, diepte, wat we dan zouden gaan vatten.
ja, de breedte, lengte, hoogte en diepte. Maar van wat dan? Ja, ik denk gewoon waar hij het zojuist over heeft. Namelijk over de geheimenissen van God. En er is een hele mooie tekst in de schriften verborgen. Waarin dat feitelijk wordt toegelicht. En ik neem je mee naar Job 11. Ik lees het even voor uit de NBG-vertaling. En daar staat dit. Het begint met een retorische vraag. Kunt gij de geheimen van God doorgronden? Hé, maar over de geheimen van God, daar hebben we het nu over. Een geheim kun je nooit doorgronden, tenzij je het wordt onthuld. Tenzij het je verteld wordt. En dan staat de vraag, kunt gij de geheimen van God doorgronden? De Almachtige doorgronden, ten einde toe. En dan staat er, ze zijn hoog als de hemel. Hoogte heeft te maken met de hemel. Dus dat is niet zo gek. Hoog, hoog, hoog als de lucht, de hemel. Dan kijk je naar boven. En dat is dus waar Christus nu is. En, moet ik erbij zeggen, waar wij ook met hem gezeten zijn. Hij is geplaatst in het hemelse. En wij ook. Wij zijn deelgenoten van dat lot. Zij zijn hoog als de hemel. Dat wil zeggen, die geheimenissen waar Paulus het over heeft. En Job stelt nog de vraag, ja, we kunnen dat niet doorgronden. Nee, het is ook gewoon een speuren. We speuren het ook niet na. Het is ons onthuld. Het is niet doordat wij gaan zoeken dat wij erachter gekomen zijn. Nee, het is ons bekendgemaakt. En Paulus zegt ook, het is mij onthuld en ik geef het je door. Wel, en dan, als je dat eenmaal gezien hebt, dan kom je tot de ontdekking dat het hoog als de hemel is. Wat kunt je doen? Dieper dan het dodenrijk. Dus dan ga je, het is in feite dezelfde dimensie, je gaat van hoog, maar je kan ook naar omlaag. En hoe diep kan je dan zakken naar het dodenrijk? Maar dat is precies de plek waar hij die nu daarboven is, hij is tot het uiterste verhoogd, nadat hij tot het uiterste zich vernederd heeft. Hij heeft zich vernederd tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Zo diep is hij gedaald. En dan, langer dan de aarde is hun maat. Ik versta dat als een tijdsaanduiding. Dat wil zeggen, langer dan de aarde bestaat. Voordat de aarde er was, had God reeds dat voornemen als een geheim in zijn hart. En trouwens, nadat deze aarde inmiddels plaatsgemaakt heeft voor een nieuwe aarde, maar deze aarde er niet meer is, dan nog is dat geheimenis daar. En realiseert God dat voornemen der aionen. Dus met recht, het is langer dan de aarde. En breder zijn zij dan de zee. Hé, maar dat is opmerkelijk. Dat betekent dus dat we ze alle vier hier op een rijtje hebben. Want de zee, dat weet je de meeste van jullie wel. De zee is een type van de volkerenwereld, de volkerenzee. Zo spreekt het boek Openbaring daar ook over. Wel, de geheimenissen Gods zijn breder dan de zee. Hoog, hoog, hoog als de lucht. Diep, diep, diep als het dodenrijk. Wijd, wijd, wijd als het waterblauw. Maar het is zelfs wijder. Het is meer dan de volkerenzee, want zijn liefde is universeel voor al zijn creaties. Dus inderdaad, breder zijn zij dan de zee. Dus het opmerkelijke is, als het gaat over die geheimenissen Gods, die vier dimensies die Paulus noemt, die vinden we dus gewoon al terug in de schriften. En in feite wat Paulus doet, hij maakt duidelijk, daar gaat het over. En dat we dan samen met alle heiligen dat gaan vatten. Dat gaan genieten. Ja. En te kennen de liefde van de Christus. Ik lees verder. Die de kennis overtreft. In feite is dat tegenstrijdig. Want je zou kunnen zeggen. Van, hoe kun je nu iets kennen dat de kennis overtreft? Ik denk dat het idee is. We kunnen het slechts ten dele kennen. Het gaat namelijk de kennis. Hè, te boven. Kijk. Epignosis is, het veronderstelt kennis. Maar we hebben het nu over iets dat de kennis te boven gaat. In zekere zin dus ook epignosis. Het woord wordt hier niet gebruikt. Maar het overtreft de kennis. Dat wat we kennen het slechts ten dele. Omdat het valt niet te kennen. Zo groot, zo wijs,
Zo hoog, zo breed, zo diep, zo hoog. En het plaatje dat ik erbij heb gezet, dat, daarmee bedoel ik te illustreren dat, kijk, zo'n kind kan naar de zee toe lopen met een emmertje. En dan is dat emmertje gevuld met de oceaan. Maar zit de oceaan dan in het emmertje? Nee. Het emmertje is wel gevuld met de oceaan. Nou, zo is het ook met, we kunnen gevuld zijn, vol zijn, zelfs overvloeiend zijn van de liefde van hem. Van de liefde Gods in Christus. Jawel, maar dat wil niet zeggen dat je het omvat. Bij lange na niet. Never nooit. Juist dat vind ik zo geweldig, want ik denk al, over de dingen waar we het over hebben, daar kun je nooit de grootste over denken. Je kan nooit zeggen van ja, maar je overdrijft nou de liefde Gods. Zo vaak wordt het wel verteld. Als je zegt, hij is de redder van alle mensen. Tuurlijk, hij is de schepper van de hele wereld. Weet je dan niet dat hij liefde is? Dat hij dat nooit laat varen? Hij redt. Dus niet, ja, als jij het aanneemt, het is geen aanbod, het is gewoon een mededeling. Soms is het ook een mededeling is dat hij jouw schepper is. Ja, maar als je het niet aanneemt, is hij dan niet meer je schepper of zo? Wat een dwaasheid. Hij is jouw schepper. Geloof het of niet, maar dat is hij. En hij is jouw redder. Geloof het of niet, maar dat is hij. En dat betekent, hij gaat jou redden. Oké, dat kwartje valt nog niet bij iedereen. Sterk nog, het valt bij bijna niemand. En vooral degenen die het zouden moeten horen en zouden moeten doorgeven. Dat zijn de grootste tegenstanders. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Het overtreft de kennis. Opdat jullie vervuld worden. Ik lees gewoon weer verder. Opdat jullie vervuld worden. Tot in al de volheid van God. En die volheid van God, waarvan weten we, die woont in Christus lichaam. Ik lees even het Colossense 2 voor. Er staat, want in hem, gaat het over Christus, woont al de volheid van de Godheid lichamelijk. En jullie hebben in hem volheid verkregen. Ik denk dat lichamelijk is dubbelzinnig. Want het slaat dat de volheid van de Godheid in hem lichamelijk woont. Daarvan kun je verstaan. Zijn lichaam, ja, dat is dat lichaam waarmee hij werd opgewekt. Gewoon toen de steen werd weggerold. En nu woont de volheid van de Godheid in hem lichamelijk. God is alles in hem. Ooit, laat ik het zo zeggen. Ooit was het God. Was alles in zichzelf. Toen de schepping er nog niet was, was God alles in zichzelf. Nu is hij alles in zijn zoon. En het einddoel van God is dat hij alles wordt in allen. Maar hier is het nog, de volheid van de Godheid woont in hem lichamelijk. En dat is dus inderdaad in Christus Jezus, die daar nu boven is. Maar ook de Ecclesia, die zijn lichaam is. Vandaar ook dat wij in hem de volheid hebben gekregen. Dat is een proces in zekere zin, want straks als we lichamelijk, ik bedoel fysiek ook, aangepast zullen zijn, zal ik maar zeggen. Ja, dan is het helemaal compleet. Vandaar ook dat er staat dat we vervuld worden tot in al de volheid van de Godheid, van de volheid van God. Het geeft een richting aan, tot in. Het is een proces. Aan hem, dat is het laatste vers, geloof ik. Nou, nee, nog niet. Oh, goh. Ik moet echt een beetje opschieten, sorry. Oké. Heb je nog even? Ja. Oké. Het is wel mooi, dit. Ik vind het geweldig om aan deze dingen te denken. Oké. Aan hem, dat is, in feite sluit Paulus daar wel mee zijn gebed af. Met een lofprijzing. Aan hem die bij machten is. Meer dan overdadig te doen boven alles wat wij bidden of denken. Over superlatieven gesproken, zeg. Ik zei al zo eerder van, hij geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Daar denk je altijd te gering over. Maar weet je wat ik zo geweldig vind? Het hangt helemaal niet van ons af. Het gaat er niet om ons vermogen, waartoe wij bij machten zijn. Oh nee, ons vermogen, of nee, laat ik het nog anders zeggen, ons onvermogen is een feit. En don't worry about it,
Waarom? Hij is bij machten. En daarom kijken we ook omhoog. Dat is ook wat een mens is. Hij moet omhoog. Kijk omhoog. Van hem heb je te verwachten. En laat ik u dit zeggen. Van hem verwacht je altijd te weinig. En hij geeft naar zijn rijkdom. Met kracht gesterkt worden. Die inwendige mens. Nou, aan hem die bij macht is. Want je zou je de vraag kunnen stellen. Maar zulke gebeden te bidden. Dat we samen met alle heiligen. En de hoogte, breedte. Dit is toch. Dit kan niet. Nee, wij kunnen dat ook niet. Maar hij wel. Want hij is bij machten te doen. En moet je opletten. Dus het gaat 4 keer er nog overheen. Dat is superlatief, hè, heet dat. Hij is bij machten niet alleen te doen, maar om alles te doen. En dan, nee, sterker nog, hij is bij machten te doen boven alles. Niet alleen alles te doen, maar boven alles te doen. Nee, het is nog sterker, hij is bij machten boven alles overdadig te doen. En zelfs dan houdt het nog niet op. Dan zegt hij, boven alles meer dan overdadig te doen. Dus, als Paulus, ik vind het al heel wat, hij is bij machten te doen. Nee, Paulus zegt, hij is bij machten alles te doen. Hij is bij machten boven alles te doen. Hij is bij machten alles overdadig te doen. En zelfs dat is nog niet genoeg. Dan zegt hij, meer dan overdadig. Nou, dat vind ik inderdaad wel overdadig. Ja. Het geeft gewoon aan dat we hebben het over een God bij wie geen limits zijn. Nou, over die hebben we het. En van die God hebben we te verwachten. Aan hem die bij macht is meer dan overdadig te doen. Boven alles wat wij bidden of denken. Want ja, Paulus bidt nu. Hè, en dan zeg ik, goh, maar dat kunnen wij niet. Nee, hoeft. Ziet u, dat vind ik het heerlijke van het evangelie. Als je het woord doorgeeft, verwacht je niks van de mens. Je vertelt gewoon wie hij is. En dat is de mededeling. Geloof het. Of niet, maar blijf waar. En dat is het geweldige. En niets van de mens, alles van hem. Het is naar de kracht, oftewel betreffende de kracht die inwerkt in ons. En dan zegt Paulus, dat is het laatste vers. Aan hem de heerlijkheid. Aan hem betekent gewoon, aan hem komt het toe. Aan hem behoort die heerlijkheid. De heerlijkheid die wij nu kennen in de Ecclesia of in Christus Jezus. Aan hem de heerlijkheid in de Ecclesia en in Christus Jezus. Tot in al de generaties van de Aion van de Aionen. Amen. Nee, ik zeg nog, dit is geen afsluiting. Van Paulus nu wel. Maar ik wil eerst nog eventjes wat zeggen over dat in al die generaties. Want we hadden het er al even over dat Gods plan is nog lang niet gerealiseerd. Het werk is nog bezig. Daarom moet je nu ook nooit Gods werken nu beoordelen. Zo van, hoe kan hij liefde zijn? Want kijk eens om je heen. Ja, maar je mag Gods werk pas beoordelen als het af is. Dat zegt, elke kunstenaar zal dat ook beamen. Je gaat niet een boek beoordelen als je nog maar een paar bladzijden gelezen hebt. Of als je een film nog maar halverwege ziet, vind ik het geen goede film. Nee, kijk hem eerst nou eens af. En dat is. Het is geweldig, zoals Paulus dat ook laat zien. Er gaan nog aionen volgen. En uiteindelijk. Het eindigt in de hoogste aion, de aion van de aion. Dat is ook weer zo'n overtreffende trap. Dus je hebt de koning der koningen. Dat is de meest overtreffende koning. Of je hebt de heer der heren. Of de god der goden. Of het heilige der heiligen. Of het lied der liederen. Het is een typisch Hebreeuwse taalvorm. Ik ben in de war nu met een andere. Maar dat is meer de Nederlandse. De tocht der tochten. Dat is de. Zou ik ook zeggen. Ja. Ja, maar die komen we in de Bijbel niet tegen, geloof ik. De tochter, dochter. Nee, maar dat is wel een overtreffende. Van alle tochten is dat de meest overtreffende. Nou, Paulus heeft het nu over de aion van de aionen. Dat is, ik denk, hetzelfde als wat hij in Efeze 1, vers 10 noemt. De volheid van de tijden. Als alle tijden zijn vervulling gaan vinden. Gecompleteerd worden. Waarin alles gerealiseerd wordt. De hoogste, meest overtreffende aion. En dan zegt Paulus,
tot in al de generaties. Waarin strikt genomen mee gezegd is dat in de aion van de aionen de generaties nog doorgaan. En eerlijk gezegd, ik heb het donkerbruine vermoeden. Ik zeg het met enige voorzichtigheid, maar je leest in Psalm 105. En mensen met een Revo-achtergrond die weten heel goed waar ik het nu over heb. Want het wordt dan altijd bij de besprenging van een zuigeling zo benoemd. Hè. En dan wordt dat lied gezongen. Psalm 105 vers 5. O beruiming, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Ik ken hem nog uit mijn hoofd. Hoor. Nou ja. Een poosje terug. Ja, het is alweer een poosje terug. Tot in het duizendste geslacht, ja. Ja. En God en dat gaat het over het verbond met het gaat over het verbond dat God sluit of heeft gesloten met Abraham. En dat zijn verbond zal hij bevestigen. Was trouwens ook onvoorwaardelijk. En dat zal hij bevestigen tot in het duizendste geslacht. Ga er nou even vanuit dat een geslacht 40 jaar duurt. Hè? Je leest dat het geslacht in de woestijn, dat die generatie, die mocht niet het beloofde land in 40 jaar moest het in de woestijn blijven. Een geslacht is 40 jaar. Oké, dat betekent dus dat als je begint te rekenen van Abraham tot Christus, dat is 2000 jaar. Dat zijn dus 50 generaties. 50 keer 40 is 2000. En dan vanaf Christus tot aan het begin van het millennium, dat is weer 2000 jaar. U zegt ongeveer, nou... Prima, oké. Okay. Weer 2000. En we weer 50 generaties. Er zijn er nog maar... In 4000 jaar tijd zijn er nog maar 100 generaties. Nou ja, nog maar. 100 generaties. Hè. Die zal maar zo oud worden. Maar er zijn er 100 generaties voorbij gegaan sinds Abraham. Dat betekent dat er dus vanaf het einde van deze aion, of het begin van het millennium, dat er nog 900... generaties te gaan zijn, alvorens het duizendste geslacht bevestigen, dat God zijn verbond kan bevestigen in het duizendste geslacht. U zegt van ja, maar dat is poëzie. Oké, okay, dan gaat het niet op. Maar als het letterlijk is, en ik denk dat er alle reden toe is om het inderdaad letterlijk te nemen, dat er dus, dan krijg je het millennium, dan heb je weer 25 generaties, dus het millennium duurt namelijk 1000 jaar, dat is wat millennium betekent. En dat betekent dat er dan nog dus na dat millennium, of nee, laat ik het dan zeggen, als er nu 100 generaties gepasseerd zijn, dan zijn er nog 900 generaties te gaan. Dat zijn 36.000 jaren. Dus het millennium eraf trekt dus 35.000 jaar. Dus die aion is in die zin alleen al qua tijdslengte overtreffend. Behalve dan nog wat God in die aion gaat realiseren. Want dan wordt ook, dat is ook de laatste aion waarin Christus zal heersen. En dan wordt God ook alles in alle, want hij doet de dood teniet. Dat zal allemaal gerealiseerd worden in die aion der aionen. Gods plan, kort en voet, nou ja, kort. sorry. Hij is wel goed, ja. Niet kort, wel goed. Is zo geweldig groot. En hij gaat dat realiseren. En ja, waar Paulus zijn knieën voor buigt, is dat we dat samen met elkaar, want dat is het allermooiste. Het is heerlijk om daar persoonlijk mee bezig te zijn en dat te genieten. Maar het allermooiste is, we hebben het over gemeenschappelijke rijkdommen. Nou, om dat ook gemeenschappelijk te beleven en daarvoor, dat je daarvoor de ogen krijgt verlicht. Dat je dat gaat ervaren. De geweldige rijkdom, zodat we steen en steenrijk elke dag gaan leven. En als je nou zegt van ja, maar dat kan ik helemaal niet. Geen probleem, dat is des te beter, want dan heb je het allemaal. Dan ben je afhankelijk dus van hem. Nou, dan kijk je precies de goede kant op. En dan gaat het maar om. Dus, nu zeg ik dan toch, eindelijk. Haal.